In maart 1935 wordt aan de rand van de Ginkelse Heide werkkamp Het Weideveld geopend voor jeugdige werklozen. Het werkkamp telt 6 barakken. De bewoners werken aan wegenonderhoud en de aanleg van fietspaden. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog raakt het kamp verlaten, maar in maart 1944 wordt het opnieuw bewoond door 18 gezinnen uit Stavenisse, een dorp op het Zeeuwse eiland Tholen. Hun eiland is door de Duitse bezetter onder water gezet, waardoor de inwoners huis en haard moeten verlaten. Uiteindelijk belanden de Zeeuwen op het werkkamp Het Weideveld. Vanaf daar zien zij op 17 september 1944 parachutisten landen bij Renkum en Wolfheze en worden ze live getuigen van de Slag om Arnhem. De dag erna, net voor de luchtlanding op de Ginkelse Heide, ontstaat een vuurgevecht op het werkkamp tussen Nederlandse SS'ers en een Schotse eenheid. Hierbij sneuvelen 7 Schotse soldaten en komt 1 Zeeuw om het leven. Mijn link met dit verhaal is dat mijn vader in maart 1944 uit Stavenisse weg moest omdat ze dat onder water gingen zetten. En ze moesten alles achterlaten, alles. Ze konden niets meenemen. Vervolgens komen ze hier. Toen zijn die geallieerden deze kant op gekomen. En mijn vader heeft toen een geallieerde koffie gegeven. En die is even later aan de andere kant van de barak ook neergeschoten. En mijn vader heeft altijd gezegd van, als ik eraan denk, dan hoor ik hem nog om zijn moeder schreeuwen. We hebben onlangs van een familielid gehoord dat mijn opa in de tijd dat hij hier zat zijn naam heeft ingegraveerd in een boom. We hebben een boom gevonden waarvan we dachten, nou, het zal wel niet, want er zijn zoveel oude bomen. Het schijnt toch echt de juiste boom te zijn. Dus het is heel erg waardevol voor ons om nog die boom te hebben gevonden waar hij in 1944 zijn naam heeft ingegraveerd. Hij moest natuurlijk 2 keer weg en dat gaf zeker impact. Bij mijn vader, maar zeker bij iedereen uit Stavenisse. Ja, ze moesten echt alles achterlaten. Dan weet je echt niet waar je terechtkomt, je weet helemaal niets. En vervolgens komen die geallieerden, heb je hier die luchtlanding en hier op de hei natuurlijk. Ja, en dat geeft weer in. En als er dan ook nog iemand van je familie of van het dorp neergeschoten wordt, die 6 weken later vader zou worden. Ja, en je geeft een geallieerde geeft je koffie. En die wordt een uur later ook nog weer neergeschoten, die om zijn moeder wil gillen. Ja, geeft dat heel veel impact.